In de Copernicusstraat in Den Haag realiseerde John Appel van Real Progress een verbouwing van een pand waarin van boven tot onder wijzigingen werden aangebracht om drie prachtige woningen te realiseren. Begin oktober werd de laatste woning in gebruik genomen en was een ingrijpende verbouwing van A tot Z helemaal afgerond. Op basis van wat hier allemaal gebeurd en gedaan is en gerenoveerd is, kan je eigenlijk zeggen van A tot Z. Om daar een klein stukje uitleg bij te geven, het is gewoon van onder naar boven gestript, kaal gemaakt, leeg gemaakt, eigenlijk van onder naar boven opnieuw opgebouwd. Op de begaande grond zat er een garage. Daar hebben we dus een vergunning voor aangevraagd om dat om te zetten weer tot een woning. Wat ook meestal wel mag, van bedrijf naar woning, maar andersom dan niet. Dus dat hebben we ingevoerd, hebben we dus ook gedaan. Ja, en daarna hebben we gewoon eigenlijk alles gemaakt en gedaan en gebruikt wat je nodig hebt en wat je moet doen om tot zo'n resultaat te laten komen. Dus gewoon 100% verbouwing, 100%. In principe heb je natuurlijk een plan, je hebt een schema op basis van hoe ga je dat doen, de verbouwing, wat ik net eigenlijk al een beetje zei, opbouwend. Hè. Je begint altijd met elektra, riool, slopen, dan riool, cv, elektra. Dat zijn de voornaamste zaken waar je natuurlijk mee begint. En daarna komen de andere zaken, zoals stukwerk, timmeren, deuren hangen, tegelen, etc. Dat komt dan automatisch daarna. Het is wel een typisch project voor Real Progress. Ik moet eerlijkheidshalve wel zeggen dat je... er zijn momenten dat je denkt, potverdikke, maar het zijn natuurlijk wel drie woningen eigenlijk. Hè. Men noemt het appartementen. Je kan het één huis noemen van de begaande grond tot boven. Maar dit is wel een aardig project geweest, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Het was dus een behoorlijk project, dat daarmee ook behoorlijk wat tijd in beslag heeft genomen. Het is ook wel een feit dat het vaak wel een beetje tegenvalt, hè, wat erin gaat aan financiële middelen. Want je denkt een begroting te hebben gemaakt, of je hebt een begroting gemaakt, maar die valt het wel tegen. Er komt altijd wel wat bij. Maar inmiddels is alles achter de rug en is de verbouwing succesvol afgerond. In dit geval heeft John besloten het project te houden en de woningen te gaan verhuren. Als de verbouwing klaar is, dan hebben we meestal van tevoren bepaald, is het iets wat we gaan houden of is het iets wat we willen gaan verkopen. Dat ligt er wel eens aan. Dat ligt ook aan de reacties die je krijgt van mensen om je heen. Van joh, lijkt me wel wat, wil je dat wegdoen? Is dat wat voor mij? En anderzijds, als ik denk van het is gewoon een mooi project en je kan gewoon een goed rendement draaien, ja, dan houden we het gewoon. Ik heb dit uitbesteed aan een partij die dan dus huurders zoekt als het ware. En dat is dus ook gelukt. Vandaar dat 1 oktober de laatste huurder met betrekking tot dit pand zich hier gaat betrekken. En zo is er voor Real Progress weer een project afgerond. Een van de vele projecten, want het was de afgelopen periode behoorlijk druk. Real Progress houdt zich bezig met verbouwingen. Met name in de particuliere sfeer. Renovatiewerkzaamheden, badkamers. Allerlei soorten verbouwingen. Alles wat erbij komt kijken bij renovatie. En bedrijfsmatig, in de zin bedrijfsmatig, doen we ook bij wat bedrijven, zeg maar, instellingen. Eigenlijk hetzelfde soort werk. Voor de rest heb ik een aantal verbouwingen afgerond, best wat grote verbouwingen. En er lopen nu een aantal verbouwingen, dus eigenlijk zoals het moet lopen. En als alles loopt zoals het moet lopen, komt er in het hoofd weer ruimte om rond te kijken, op zoek naar nieuwe ideeën en nieuwe plannen. Er is niet echt een huis wat Real Progress zoekt, wat het moet wezen per definitie. Het is vaak, je krijgt iets aangereikt. Of je rijdt ergens langs, of je hoort iets van een derde of van een relatie. Dan ga ik kijken en dan gaat het balletje rollen van hoe zie ik dat en hoe kan ik dat invullen en hoe krijg ik dat rond. En dat balletje dat gaat rollen, dat is doorgaans een heel proces. Ik zie een pand en dan ga je kijken, wat is budget, wat wil je besteden, welke buurt wil je zitten, waar heb je affiniteit mee, waar je een bepaalde verpondbaarheid zeg maar, kan maken qua rendement. Op basis daarvan doe je dan een aankoop. Nou, dan hebben we het gekocht en dan gaan we een inventarisatie maken van wat er aan geld in moet. Op basis weer van wat wordt het rendement uiteindelijk of wat verwacht je van het rendement. Op basis daarvan ga je een opsomming maken van zaken die erbij bij zo'n verbouwing komt kijken. En dat is gewoon een opbouwend traject met betrekking tot elektra, stukwerk, riool, cv, dak, etc. En het leuke van dit soort projecten is dat je toch vaak nieuwe dingen creëert. En soms zijn dat dingen waar John best trots op is. Nou, toch, kijk, ik ben inmiddels 46. Ik moet zeggen dat als je kijkt naar, zeg maar, als toen je nog een kleine jongen was, of dat je een keuze moet maken op school van welke kant ga ik nou op. Ja, dan ben je natuurlijk een flink aantal jaren verder en heb je van alles gedaan in het leven. En dan durf ik wel te zeggen dat ik trots ben dat je dit nu doet en dat je dit zo neer hebt gezet. Ja, dat kan ik zeker zeggen. En het is ook iets om trots op te zijn.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Real Progress.